Zo kennen we Thijs al het beste, op een veldrijfiets door de modder. Maar deze setting is nieuw voor de voormalig prof. Inderdaad, voormalig, want sinds een paar dagen is Thijs al geen wielerprof meer. Zijn dagen, zeker op een zonnige dag als deze, zien er opeens heel anders uit. Hoe je anders eruit zag, meestal rij ik meestal Nicky Terpstra of met een groepje of met een paar jongens of met Nicky alleen. Ja, dan rijden we elkaar tegemoet, dus dan rijden we 9:30 samen weg of 10:00 en dan rijden we elkaar tegemoet en dan rijden we een mooie ronde door Noord-Holland. En nu zat ik om 7:00 in de auto naar Bolsward en daar met een andere collega meegereden rondje Friesland en nu staan we weer hier in Alkmaar. De keuze om een normale baan te zoeken was een logische. Zijn laatste ploeg kon hem geen contract meer aanbieden en het vinden van een nieuwe bleek lastig te zijn. En dus schakelde Thijs al snel. Wat rest zijn de herinneringen en mooie resultaten als prof. Wereldbekerzege in Zolder was natuurlijk het allermooiste. Dat blijft weer bij de tweede kerstdag. Ik denk dat bijna iedereen wel voor de tv zit. Als je nu kijkt naar de kijkcijfers, zitten er meer dan 1 miljoen mensen te kijken. Dus dat is natuurlijk heel erg gaaf. En ja, als je dan de eerste Nederlands kampioenschap bij de junior in 98, dat blijft me ook bij. En dat zijn de mooie momenten natuurlijk. Als vertegenwoordiger van wielerteamkleding is Thijs al nog wel nauw betrokken bij zijn sport. Toch blijft het bijzonder dat hij zo abrupt stopt met topsport. Het is jammer dat je dan niet kan zeggen van oh, ik ga een heel afscheidsjaar doen. Maar dat is ook eigenlijk weer, denk niet echt mijn stijl. Zo is het gewoon goed. En af en toe van de winter een strandrace rijden, lijkt me ook wel leuk. Ja. Het is klaar, ander leven. Ja, precies. Ja, vader, een echte baan. Zo voelt het toch. Eerst was het eigenlijk een hobby natuurlijk en maak je je beroep van. Ja, en nu wordt het een echte baan met echte collega's. Zijn fietsmaatjes, waaronder Nicky Terpstra, worden dus ingewisseld voor, zoals hij het zelf noemt, echte collega's. Thijs al, van een fietszadel naar een bureaustoel.